In de Nationale Assemblée is vandaag de behandeling van het interpellatievoorstel goedgekeurd. In dit voorstel vragen de interpellanten toestemming om de president van de Republiek Suriname, de ministers van Justitie en Politie, Landbouw, Veeteelt en Visserij en die van Binnenlandse Zaken uit te nodigen. Ze moeten namelijk de Nationale Assemblée zoveel als mogelijk informeren omtrent het beleid van de regering over de veiligheid van de vissers en de verdere ontwikkeling van de visserijsector. Het NDP-lid, assembleelid Rajiv Ramsahai, wil weten wat de regering zal doen om het veiligheidsgevoel van de vissers op de Surinaamse rivier op te voeren. Wat zal er gedaan worden voor de slachtoffers en de nabestaanden van de recente gevallen van zeepiraterij? Wat is de reden geweest dat de kustwacht pas na 36 uur na het geval is uitgevaren om te zoeken naar eventuele overlevenden? Wat zal er gedaan worden voor de visbooteigenaren die slachtoffers zijn geworden van zeepiraterij, als we weten dat deze eigenaren ook schulden hebben bij de bank en andere geldschieters? Wanneer denkt de regering dat de vissers hun activiteiten kunnen hervatten? Is het overval? Het is overal bekend dat er sprake is van overbevissing in Surinaamse wateren. Wat zal de regering hiertegen doen? Wat denkt de regering te doen aan de strafmaat voor zeepiraterij? Het NDP-assembleelid Rajiv Ramsahai vandaag na de goedkeuring van het interpellatievoorstel over het informeren van de assemblee over het beleid van de regering in zaken de veiligheid van de vissers en de verdere ontwikkeling van de visserijsector.